Hey Plucky Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator Kirby. Welkom jongens, leuk jullie te zijn. Het is vandaag eventjes een beetje... Het was echt druk op het werk, dus deze video heb ik gisteren opgenomen. Dus ik hoop dat ik het allemaal nog voor elkaar krijg. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Hey, ik zag in de reactie van vandaag dat ik de diepte van de diepploeg kon aanpassen, zodat de saaimachine alsnog goed naar beneden ging. Of zoiets. Dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Maar dan wil ik eventjes testen, want anders doen we gewoon hulp met Follow Me, hoor. Of normale helpen, want dat zou wel top zijn. Want dan hebben wij namelijk gewoon een direct drill. En dan hebben we dat klaar, zeg maar. Dat zou natuurlijk top zijn, want het regent en het gaat sneeuwen en zo. Dat is allemaal wat minder lekker. Maar het schijnt dat ik met de muis of zo... Ik weet niet hoe je dat zag, maar... Het schijnt dat ik dat kon. Maar... Ja, en dan die omlaag. Maar deze komt niet aan de grond. En het schijnt dat ik dit dus kon aanpassen. Maar ik zal mijn god niet weten hoe. Dus we doen het maar, denk ik, gewoon op deze manier. En dan gaan wij gewoon verder met ploegen. En dan kan dit gewoon ingezaaid worden, want dit is in principe zo klaar. En dan moeten we eens even kijken wat de volgende dag gaat brengen. Want ja, het wordt natuurlijk november, het is weer najaar. Dus het gaat heel snel met het daglicht. Dat is allemaal zo voorbij. Dat is natuurlijk wel weer een nadeeltje, maar ja goed, wat moet je anders. Beetje lampjes aan, dan kun je tenminste net ietsjes meer zien. En dan denk ik dat we gewoon het normale helper erop zetten. En dan doen we er nog 2 of 3 van deze kantjes en dan gaat de normale helper er gewoon op. En dan zaaien we wat anders in. En zoals jullie kunnen zien heb ik nou de onderste kerststak heb ik gedaan. Ik heb natuurlijk met Thornton Farm natuurlijk gevraagd van, god, wat vinden jullie nou leuker? Alle tweede takken, de takken weg of alleen de onderste. En toch was het meeste, ja, laat de onderste maar. Toch waren ook heel veel, laat ze alle twee maar staan. Want ja, weet je, het is alleen met kerst. Als kerst voorbij is, dan haal ik de takken weer weg. Maar, als ik de bovenste tak aanzet, ja, dan is het natuurlijk wel een beetje lastig. Dan kun je de tijd niet helemaal goed zien. Niet dat dat nodig is of zo, maar ja, er zit net een kerstbal voor. Tch. Ja, ik ben wel blij dat ik weer even mag opnemen. Maar het is een tijdje geleden, het is natuurlijk hartstikke druk op het werk en de drukte is er nog steeds. Aankomende week wordt het iets minder druk, want we hebben natuurlijk Black Friday gehad, we hebben natuurlijk Sinterklaas gehad. Aankomende week, dus vanaf morgen, wordt het als het goed is ietsjes minder druk en die week erop wordt het weer drukker vanwege de kerstpakketten en zo. En dan zit het decembermaand er alweer bijna op. En dan, gaat het weer zoals het hoort. Ja, ik ben wel blij met deze. Met deze diepploeg hoor. Want deze is nou 3 meter toch? We kunnen hem ook in 4 meter doen. Ik weet niet of die Fiat dat kon trekken. Als we hem op 4 meter doen. Volgens mij wel. Die Deutz die kon het niet trekken. Dacht ik. Maar de Fiat toch wel. Mag die op laag? Dankjewel. Zo. Ja, dan gaan we zo meteen nog 1 keertje terug. En dan zetten we de normale helper aan. En dan kunnen we wel eventjes een timelapse doen met de ploegen. En ik heb trouwens een nieuwe kast gedaan. Misschien dat we daar straks wel even naar kunnen kijken. Dan kunnen we ook bloemen en bomen meedoen. Zoals die we ook in Tortenfarm hadden. Die bloemen, weet je wel. Of die bomen. Maar dit is zeg maar 3-in-1. Dus je kunt de normale gewassen doen. Je kunt bomen doen en je kunt bloemen doen. Dus dat is wel leuk. Oké, dan doen we nog 1 keertje terug en dan zetten we de helpen aan. Maar dit is de eerste klus van vandaag. Even dit veld afploegen. En inzaaien. Ik weet ook niet wat we gingen inzaaien. We hebben natuurlijk hennep. Maar volgens mij deden we weer sojabonen. Omdat dat toch wel, dat levert wel lekker wat geld op. En ik heb het geluid van de game iets harder gezet. Misschien dat mijn microfoon wel een beetje hard staat. Maar het moet natuurlijk wel in dinges met elkaar staan. In balans, want anders dan hoor je mij heel erg kraken. Dat is ook niet helemaal handig. En dan hoor je de game bijna niet. Zo.
En ik denk dat we nou, als we dit hebben gedaan, dat we gewoon rondjes gaan maken. Dan mag deze hier aan vast. Dan mag deze gewoon vast inside. Doen we wel met de normale helpen. Ja, sojabonen. Kijk, mag hij dat inzaaien? En dan gaan we ploegen. Dus ja. Ik hoop dat het... Zo, wat doet hij? Stop! Dat is ook zo. Deze zaaimachine is niet helemaal goed. Dat is ook zo. Deze zaaimachine moet ik zelf aanzetten. En naar beneden doen. Maar anders doet hij het niet. Kijk, nou doet hij het wel. Zo, zag je hem even rondblaffen? Goeiedag zeg. Ja, we gaan gauw verder jongens. Want straks haalt de zaaimachine ons in en dat hoort natuurlijk niet. Zo, nou, dan kunnen we even de boel schoonmaken. Vooral de ploeg is natuurlijk heel erg smerig. Zo. En dan gaan we eens even kijken naar die kassen. Want ja, deze kassen zouden we natuurlijk eventueel kunnen gaan verkopen. Want ze leveren niet zo heel veel op. Maar volgens mij hebben we daar ook kunstmest voor nodig. En ik weet niet of er een zijn er vast wel dat je zelf kunstmest kunt maken. Maar als we even gaan kijken, want ik wil deze sowieso weghalen. Deze twee. Er ligt nog wel wat zooi, maar dat kunnen we dan wel verkopen. Die wil ik alle twee weg hebben. Dan doe ik deze even terug. Halen we even die tomatenpellets weg. Zo. Ja, op zich maakt niet zo heel veel uit waar die gaat staan natuurlijk. Kijk, die mag hier staan, doen we heel veel die uit. Kijk, en dan gaan we eens even kijken, want de deur is nou toch aan het inzaaien. Oh, wat een rust. Maar ik wil eerst even die pellets weghalen daar. Die moeten we trouwens ook nog opruimen. Maar ja, het begint najaar te worden, dus het is een beetje vervelend, want we hebben bijna geen daglicht meer. Kipjes heb ik ook nog eten. Kijk, dan doen we deze heel eventjes aan de andere kant, zo. Zo. En dan wil ik eens even gaan gluren, want ik heb er namelijk een paar extra bij. We hebben een multicrop greenhouse. Nou ja, daar moet kunstmest, water, mest en zaad heen. We hebben natuurlijk nieuw greenhouse mod. Daar moet mest en water heen. Daar kunnen we ook aardbeien maken. We hebben olijfbomen. Maar dan moet ik even kijken welke dat ook weer was. Greenhouse and nursery. Volgens mij is dat deze. Kijk, daar kunnen we dus tomaten, sla, tulpen... Geen idee, dat is een aardbeien mee maken. Oh, je hebt ook een kruppie mod. Crepe en onion. Deze zit in de game zelf. Oh, dat is grappig.
Maar dat wist ik niet. Dan kun je ook uien maken. Dat is wel leuk. Maar ik had het dus eigenlijk over deze. Dit is wel heel groot. Het is een nog langer. Ja, hier kun je bamboe en nog meer dingen van maken. En hier heb je een hele bomenkwekerij. Ja, dat is wel grappig. Maar als ik daar nou zo'n beetje kijk. We hebben natuurlijk een multicrop. Deze gebruiken we in Totten Farm. Maar dat is misschien net iets te makkelijk. Meloenen hebben we ook nog. Daar moet ook mest in. Dat is misschien ook wel leuk om te doen. Want mest, ja, langzamerhand krijgen we natuurlijk mest van de koeien. Dan gaat die zo heel hard, maar die hebben we wel. Dus dat is handig. Rode sla hebben we ook nog. Even kijken, wat levert het meeste op? Laten we daar eens even kijken. Want we hebben natuurlijk uien, dat is 772. Ja, salt ore, bauxite, copper, galena, coal. Mixed berry juice, blueberry juice, cranberry juice. Geen idee wat je allemaal hier kan maken. Sour dough rye bread. Sour dough rye bread. Rye flour. Hennep straw. Nou, dat hebben we natuurlijk wel vaker gehad. Mustique caprica. Geen idee wat het is, maar dat levert tering veel geld op. Cranberry muffin, blueberry muffin. En carrot cake. Cranberry en blueberry. Die levert ook wel op zich wel wat ook. Cranberry en blueberry. Kun je ook een keer inzaaien. Maar heb je dan ook nieuwe productie of zo van de kurpie? Ja hoor. De Bill Berry's Bakery. De Grain Mill with Rye, sorry. De Fruit Processor. De Hennep Spinnery. Ik wist hem altijd dat het was. Ja, dit is allemaal van de Platinum Expansion. Ik wist helemaal niet dat dit er was, joh. De Bill Berry's Bakery. Maar ja, als we deze willen neerzetten, dan moet natuurlijk ook die molen moeten we maken om natuurlijk roggemeel te maken. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Alleen die zijn wel heel erg duur. Maar ik wist helemaal niet dat die er was, joh. Maar we hebben niet echt dat we blueberries of zo kunnen maken, hè? Dat moeten we echt inzaaien, dacht ik. Die blueberries en die cranberries. Dat wil niet. Maar ja, deze zijn op zich ook niet zo heel erg duur. Deze kost 20.000 euro. En dan moet water heen. En dan kunnen we ook uien maken. Dat is een keer wat anders. Alleen, ik wil eigenlijk eentje met mest hebben. Waar we mest in moeten doen. Daar kom je dus bij deze dingen uit. We hebben nog red lettuce en de meloenen. Dus we moeten even kijken hoeveel dat oplevert. Ja, hier red cabbage. Flowers, bamboe, cypress, bonsai. Meloen, watermeloen, red lettuce. Moeten wij daar nog een verkooppunt voor maken? Ja, sale of vegetables. Dan moeten we deze ergens neerzetten. Dat kost 4.000 euro. Dan kunnen we even kijken. Kijk, als we dit nou bijvoorbeeld hier neerzetten. Ergens. Hier zo op de klif of zo. Zo. En dan maken wij hier. Even kijken hoor. Nee, ik moet die rode red 2 hebben of zo. Ik weet niet precies hoe het heet. Dirt red, die moet ik hebben. Wel een beetje een klote plek hier. Krijgen we het nou, als het goed is. Hier, 2640. 1844 en meloen is 1838. Dus als wij rode sla gaan verkopen, dat levert best wel wat op. Dus misschien is het wel leuk om rode sla er neer te zetten. Want daar hebben we ook mest nodig. Oh, dat is een keer wat anders. Red cabbage. Dat kost maar 10.000 euro.
Kijk, dan zetten we die gewoon hier neer. Ja, het is net iets te krap hier misschien. Het kan op zich wel hoor. Tot hoe ver kunnen we naar achteren dan? Kijk, als we het ongeveer tot en met hier, we hebben nog genoeg ruimte om er langs te gaan. Ploink. Kijk, dat doen we hier dus water. En hier moet mest in, alleen we hebben nog niet zo heel veel mest. Dat is wel een nadeel. De beestjes maken nog niet zo heel veel mest aan. Vorige keer hebben we natuurlijk per ongeluk mest weggehaald. Kijk, er zit 123 liter mest in. Dat is niet heel veel. Want ze hebben nog genoeg stro, ze hebben nog water, ze hebben nog voer. Melk hebben we natuurlijk nog niet. Oh, en hij is klaar met zaaien. Dat is goed, want het begint donker te worden. Even kijken, heeft hij alles ingezaaid? Want dan moeten we eigenlijk even kijken of... we hebben natuurlijk nog die kruiwagen met mest, maar dat is iets te makkelijk. Ja, hij heeft alles ingezaaid. Hij heeft alles ingezaaid. Top! Nou, dan brengen we dit terug en dan gaan we direct even slapen, denk ik. En dan hoop ik natuurlijk dat er een klein beetje mest bij zit, zodat we dat... zodat we rode sla kunnen maken. Dat is wel leuk. En we zouden natuurlijk ook nog de andere neer kunnen zetten. Maar we hebben gewoon daadwerkelijk meer mest nodig. Dat is het ding. Maar ja, dat hebben we nou nog niet. Zo. Deze gaat hier. Dan gaat deze naar de trailer. Want de kipjes hebben zo meteen weer eten nodig. Dan hoop ik niet dat er heel veel sneeuw ligt. Zodat wij, want voor mij kunnen we dat hennep ook bijna oogsten. Als ik het goed heb. We hebben nog een klein beetje over. Ietsjes er vanaf. Ik wil niet namelijk in... Zo. Ze hebben nog 366 liter aan voer. Nou, als ik nou dit even geef... We hebben zo'n 376 liter. Dan vullen we eventjes de trailer bij. Dan gaan we slapen. En dan... ja. Als het goed is... Ik weet niet of we het aan hennep kunnen oogsten hoor. Maar het zou niet veel schelen, denk ik. Want de silage, dat kunnen we natuurlijk binnenkort ook gaan verkopen. En het sneeuwt ook mokertje hard trouwens. Laat maar weer 2000 liter doen. Zo. Ik weet ook niet hoeveel we nog hebben aan gerst. We moeten natuurlijk wel op peil houden, zodat de kipjes in ieder geval eten hebben. Want ja, de koeien die hebben van zichzelf eten. Alleen, ja, compleet gemengd rantsoen, dat werkt natuurlijk veel beter. Hier even lamp van, anders hebben we een lege accu. Dan gaan we eerst even slapen. En dan ben ik benieuwd hoe het met de hennep is. En of er veel sneeuw ligt of niet. Dat is ook wel de vraag. Daar zijn we weer. Er ligt geen sneeuw, dat is goed. Wat is dat hennep al oogsten ready? Aan het groeien, nee. Helaas nog niet. Even kijken, we hebben wel mooi weer wat eieren bij. Dat dan weer wel. Zullen we even wat eten geven. Zo, dan... Even die eieren aan de kant. Oh. Zo, dan kunnen we nieuwe spawnen. We moeten ook even kijken of we natuurlijk geen kippen kunnen gaan verkopen. Want langzamerhand worden hun natuurlijk ook ouwe. 17 maand, 5 maand, 15 maand, 17 maand, 20 maand. Nee, dat maakt niet uit. Even kijken hoe het hier is. Ja, er ligt helemaal niet veel. Ja, 453 liter aan mest. Dat is echt niet veel. Maar volgens mij... Voor mij heb ik die ook niet meer hoor. Die, oh ja, ik heb hem wel. Zullen wij dat doen? Het kost wel geld, maar ja.
Ja, laten we. Ik denk dat we het gaan doen. Het is misschien wel heel erg makkelijk. Maar dan hebben we in ieder geval dat vast. En dan kan dat aan de gang. Dus als we deze even hier plaatsen. Is misschien een beetje jammer van het geld. Dan gaan we dat even doen. Want ja, dat water dat gaat natuurlijk automatisch. Dat moeten we eventjes aanzetten. En dan kunnen we de triller gewoon helemaal vol blaffen met mest. En dan kunnen we het daarin gooien. Dus laten we dat maar gaan doen. Het kost allemaal geld. Ja, dat is op zich ook wel logisch. Maar als dat mest op is, dan moeten we het echt van onze eigen koeien hebben. Dan liggen we eventjes te trailen. Zo. En dan moeten we eigenlijk. Ik weet niet hoeveel liter mest er ingaat, namelijk. Dan kunnen we de trailer natuurlijk eventjes vergroten, zeg maar, zodat de hele trailer vol met mest kan. We moeten eventjes aanpassen. Ik denk zelf een liter of 10, 20.000 aan mest. Denk ik. Dus laten wij die even aanpassen. Ja, 9.000 liter. Zo. Het gas groeit ook nog niet heel erg hard. Hebben we de extra platen erop geschroefd. En dan vullen we hem eventjes bij met mest. Oh. Kijk, het kost wel geld. En dan gaan we even kijken naar die en een red lettuce. Activate automatic irrigation. Kijk, en dan kunnen we eens even kijken. Wat één zo'n trailer kost, €326. Ja, mest is helemaal niet veel waard en levert veel op. Och, nou zit ik hier vast, hè? Oh, nee toch. Ja, ik ben los. Top. Even een rondje draaien. Zo. Ah, de trek heeft er een beetje moeite mee met die zware trailer met mest. Ja hoor. En dan dat erin. Hoeveel mest zou erin gaan? Ja, ik denk een liedje of 10, 20.000. Denk ik hoor. Denk het wel. Is die leeg? Ja, hij is leeg. Hier, precies. Ja, 10.000 liter gaat erin. Nou, perfect. Nou, en als het goed is, kunnen we hem nou aanzetten, toch? Activeren. Nou, en hebben we dus rode sla. Ik wist niet, voor mij heet het rode kool. Rode sla bestaat niet, maar rode kool. Red lettuce. Een lettuce is sla. Eigenlijk moet het red cabbage zijn, maar dat is rode kool. Maar bestaat er rode sla? Ja, het zal wel. Maar het levert als het goed is wel lekker wat op. En hoeveel wordt er eigenlijk geproduceerd? 4 water en 2 mest krijgen we 3,5 aan red lettuce. Oké. Ja, ik ben benieuwd. En dan spawnen ze waarschijnlijk hier. Nice. Dan gaan we eventjes de triller weer aanpassen. En dan moeten we even kijken wat het makkelijkste is om nou te doen. Want ja, het maaien heeft niet zo heel veel zin. Maar voor mij moet het andere veld moet nog even bemest worden. Het sojabonenveld wat we net hebben ingezaaid, zeg maar. Volgens mij moet dat nog bemest worden. Doe er even wat gerst in. Kunnen we dan ook zien hoeveel gerst we nog in de trailer hebben zitten? Of in de silo bedoel ik. Oh, nog 8000 liter. Oh. Dus voorlopig nog wel voldoende. En bijvullen. Zo, 2017. Hoppakee, zetten we die daar mee neer. Oké,
Dan kunnen we deze hier neerzetten. Ja, we zouden natuurlijk die eieren eventjes kunnen gaan verkopen, hè. Voor wat extra geld. En... Oh. Want, ja, maar het is natuurlijk wel vet als we dat zouden kunnen, hè. Die, die fabrieken. De Bilberry's Bakery. Maar dan moeten we dus ook blueberry en... Normale blueberry en cranberry moeten we dan hebben. En voor mij kunnen we dat inzaaien. De grain mill with rye, ja, als wij roggen dus doen, dan krijgen we daar meel van. Ik weet niet hoeveel dat oplevert. Roggenmeel. Roggenmeel. Het zal verder naar beneden zijn. Roggenmeel. Of meel van roggen, weet ik veel. Kijk eens een oven in. Gravel rye. Onion salt. Rye flour. 1952. Kant uit 2163. En die muscatiti, die mustica paprika, jongen, dat levert me een bult geld op. Goeiedag. Sourdough dough rye bread. 5700, dat levert ook wel lekker wat op. Cranberry juice. 4000, 5000 en 3000. Dus blueberry juice is wel het beste. 52. Voor mij was die ook niet zo heel duur. Maar dan zouden we dus... even kijken naar de fruit processor. Die kost 80.000 euro. Stel, we zetten deze ergens neer. Weet ik veel, hier of zo. Of daar. Dan kunnen we dus blueberry juice van maken. Maar dan moeten we ook blueberry gaan inzaaien. En dan kunnen we dat doen. Alleen, ja, moeten we eerst wel 80.000 euro krijgen. En nou, als we die eieren hebben en misschien die red cabbage, dan kan het nog wel eens hard gaan. Dat hennep hebben we natuurlijk nog. Dus ja. Dat is misschien wel eventjes een keer een idee. Want die blueberry juice, dat is nog een keertje makkelijk te maken. En ik weet alleen niet. Ja, hier. Wij mogen niet huren. Dit ding kost 306.000 euro. Stel, we willen die huren. Dan kost dat 15.000 euro. Nou, op zich valt dat wel mee. Maar... Dat bedenk ik me nu in één keer. Dan hebben we waarschijnlijk pech, of niet? Blueberry, ja. Kijk, we moeten dus deze dingen moeten dus neerzetten. Maar we mogen niet huren. Dus dan moeten wij helemaal gaan... helemaal naar 306.000 euro moeten we naartoe werken om alleen die machine te krijgen. Wat fucking 306.000 euro kost... Dan moeten we nog die fabriek hebben van 80.000 euro. Nou, en dan... Zij zo. Ja, maar... Die cranberry juice levert op zich ook wel wat op, hoor. Dat is bijna dezelfde prijs. En volgens mij kun je cranberry kun je volgens mij inzaaien. Dacht ik. Dus dat kunnen we eens even checken. Kijk, maar als we cranberry kunnen inzaaien... Ik weet niet of dat met een combine moet of niet. Nee, cranberry, dat kan niet ingezaaid worden. Dat is jammer. Maar hoe komen we dan aan cranberry? Ja, waarschijnlijk moeten we daar dan zo'n broeikas voor hebben. Hoe komen wij aan cranberry? Hoe komen wij aan cranberry? Ja. Ik zou het niet weten. Want ja, bij boomgaan heb je natuurlijk de blueberry. Maar hoe komen we aan cranberry? Ik zie het in ieder geval niet in de kassen staan. We kunnen het... Ah, wacht. Wat ben ik toch ook van piep hoor. Wacht even. Ja, dit is met aardappel of met wortels. Ja, dat kan met een combine, maar dan zouden we dus waarschijnlijk een poortmachine moeten hebben. Die. Kijk, dan kunnen we cranberry. Dat is wel leuk voor een volgende keer. Kijk, maar cranberry kan wel. Blueberry, dat wordt een beetje lastig, omdat het allemaal zo duur is. Alleen ja, we kunnen nog geen veld in. Dat is misschien wel om nu een beetje op te focussen. Om die cranberry factory te krijgen, zodat we cranberry kunnen inzuizen. Zodat we dat kunnen oogsten.
En dat we cranberry juice kunnen krijgen. En verkopen. We kunnen natuurlijk nog een heel nieuw veld maken. Want ja, op een gegeven moment hebben we toch allemaal nieuwe velden nodig. Dus we zouden een extra veld erbij kunnen maken. Want ja, we hebben nu 3 velden. Eigenlijk is dat te weinig. Eigenlijk is dat te weinig. Maar volgens mij kan het ook met behulp van koerspleur, hoor. Dat we eerst een veld maken. En dat koerspleur voor ons gaat cultiveren of gaat ploegen. Dat is wel een idee. Maar waar maken wij dan dat nieuwe veld? Want we hebben nog helemaal tot en met hier. Dus we zouden hier wat tussen kunnen laten. En hier de cranberryveld maken. Dat is misschien een idee. Want die ploeg. Ja, als we die naar 4 meter doen. We kunnen dat wel eventjes proberen. Dan maken we die ploeg even 4 meter. En dan kijken of ik een... Ja, je kunt hem custom field maken. Dan moet ik gewoon in een vierkant rijden. En dan, als het goed is, zou dat moeten kunnen. Als het goed is. Een beetje experimenteren, dat is wel leuk. Want die poorten, die is niet zo duur. 4 meter. Zo. Even kijken hoor. Tijdelijke koers. Oh shit. Ik druk op de verkeerde knop. Ik moet even kijken hoe dat ook weer werkt. Maar voor mij moet ik eerst zelf een vierkant rijden. En dan kunnen we daar een custom field van maken. En dan kan koersplay op die manier helpen, zeg maar. Als ik het goed heb. Dus als ik nou hier... Even kijken, want hoe doe je dat ook alweer? Nieuwe map aanmaken. Je kon een custom field maken, dat weet ik wel. Klus maken. Koersplay veldwerk. Ja, ik denk dat ik... Ik ga het gewoon proberen. Ik ga het gewoon proberen, kijk. Dan beginnen we dus ongeveer hier. Oh, wacht even. Recorden. Zo. Ik weet niet of ik recht ga, maar... Zo. En dan naar links. En dan... Weer naar links. Ik kan me herinneren dat dit kan, hoor. Dit veld is dan wel ietsjes groter, maar dat is niet zo erg. Zo. En dan weer naar links. En dan stoppen we hier. Stop. Stop. Koersplay veldwerk 1, ja. Dus nu hebben we die. Dus kan ik dat dan... Die... Veldpositie? Godverdorie, dat kan. Jouwe! Oké, dat hebben we dus. Dan moeten we even, ja, weer die klus maken. Het is wel een beetje... Het is niet een heel breed veld. Maar dat kunnen we later altijd nog doen. Ik wil eens even kijken of dit überhaupt werkt. Kijk. En aan die, daar wil ik... scherp. Tegen de klok in. Dat klopt. Het is 4 meter breed. Aantal wendakkers. Dat hoeft eigenlijk niet. 0. Langs de zijde. Koersplan genereren. Het is wel scheef. Maar dat maakt niet uit. En dan. Zou die dus. Als het goed is. Moeten ploegen voor ons. Dacht ik.
Ik moet wel even die aanzetten en dan omlaag. En dan play. Als het goed is, zou dit moeten werken. Dat hij nou voor ons een extra veld maakt. Hij is wel een beetje scheef, maar dat kunnen we later altijd fixen. We laten hem eventjes gewoon aan het lot over. Dan wil ik eventjes het veld nog even een keer bemesten. Ja, maar dan kan hij namelijk gewoon voor ons een veld maken. Dat is toch ideaal? Als het überhaupt werkt. Tot dusver wel. Alleen het veld is niet helemaal recht en vierkant. Maar we kunnen het altijd recht trekken. Maar laten we nou maar eerst gewoon eventjes lekker poepviolen. Maar waarschijnlijk... Ja, hij mag wel wat langer, maar goed. Het is puur even checken. Ja hoor. Kijk, dan kunnen we dus langzamerhand kunnen we dus misschien wel die cranberries fixen. Ja, het moet wel bemest worden. Nice, dan doen we dit eventjes. En dan ben ik benieuwd hoe hoe Courseplay het doet. Doen we de lampen uit. Want dan kunnen we helemaal niks zien. Zo. Kijk, maar hij vergeet daar wel een stukje. Maar dat komt doordat ik het niet helemaal recht heb gedaan. Maar dat is niet zo erg. Het gaat er puur om dat hij voor ons eventjes een... voor ons een veld in elkaar flanst. Ik moet alleen wel even de snelheid nog volgen, zie ik. Want dit schiet natuurlijk niet op zo. Als hij 5 km per uur achteruit rijdt. Nice, ik vind het echt mooi, jongens. Ik mis alleen wel hier en daar een stukje. Dan komt dat het nog een beetje erg donker is. Zo. Ik overlap wel een heel stuk. Dat is misschien een beetje jammer voor de kunstmest, maar goed. Want er is ook heel veel al geploegd, dus dat kun je niet nog een keertje bemesten. Bodensamenstuk, ja. Ja, we zijn hier een klein stukje vergeten, maar dat vind ik niet zo erg. Maar, ja. Tot dusver gaat het de goede kant op met Courseplay. Die van onze veldmaak, de Cranberry Field. Alleen dan ben ik wel benieuwd. Moeten we dan die... kunnen we dat met die back? Of moeten wij echt zo'n... Zo'n... hoe heet het? Zo'n... Ik weet niet, cranberries. Voor mij kan dat gewoon met een normale back toch? Of moet dat met een maisback? Ja, dat moet met een maisback. Kutzooi. Ja, onze combine die kan geen... Oh, wat erg. Shit. Maar. Ik heb wel een hele leuke combine gevonden. Die was ook niet zo heel duur. Die is 140.000 euro. Dan zou je kunnen zeggen. We kunnen geld lenen. Om deze combine te kopen. Maar dat kost wel een heleboel beeld veel centjes. Ja, want die bison zou ook op zich wel kunnen hoor. Want daar gaat... 3540 liter in. Maar als het goed is, kan er wel een maisback voor. Voor de bison. Dat wel. Maar ja, dan zeg ik liever, weet je, dan kunnen we net zo goed geld lenen en direct voor een goede combine gaan. Ik weet ook niet waarom deze DC59 veel duurder is dan deze. Deze heeft een grotere tankinhoud, maar deze is nieuwe. Wel een mooi ding hoor. En we hebben nou natuurlijk deze, maar dat... Ja, we hebben geen back ervoor. Geen maisback. Die back kun je zeg maar niet afkoppelen.
Dus dat is wel een beetje jammer. Dus ja. Maar wat ik dan wel eventjes wil gaan doen, is in ieder geval die planten kopen. Die. 15 km per uur. Ja, standaard. Dan kopen we die. Dan kunnen we namelijk ook mais gaan poorten. Halen we die eventjes op. En dan gaan we zo even kijken bij Coosplay. Kijk, hier is de porter. Alleen het is natuurlijk wel zo, we zouden wel geld kunnen lenen voor die combine. Maar we hebben ook nog heel wat bomen wat we kunnen omgooien. Hè. Kijk, ik vind het een beetje erg veel om 140.000 euro te lenen voor een combine. Dan heb ik liever dat we, weet ik veel, 20.000 tot 50.000 euro lenen. Om die combine bij elkaar te fixen. Want direct die fabriek kopen, misschien is dat net iets te veel van het goede. Want ik weet niet hoeveel die cranberries zelf opleveren. Als we ze zeg maar gewoon los van het land verkopen. In plaats van dat we ze omzetten naar sap. Dat moeten we zo heel veel kijken. Hier gaat ook maar 6000 liter in, hè. Trouwens, ik kan net zo goed even terug dit ding vast bijvullen met een nieuwe, zaadzak. Laten we dat nog eventjes doen. Kijk eens even, jongens. Hey. Hij flikt het gewoon even, hè. Hij is alleen hier, daar wel een klein stukje vergeten, maar... Fantastisch. Fantastisch. Wat werkt dat Coosplay toch mooi. Maar waarom is dit licht en dit donker? Of komt dat door de zon? Oh, dat komt door de zon. En als we eens even gaan kijken, want hij moet er wel een stukje. Hij is hier en daar wel wat dingen vergeten. Ik weet niet waarom hij dat doet. Ja, hij is daar wat gras vergeten. Dat is op zich nog niet zo heel erg. Hij zegt dat hij hier wat is vergeten. Hier, maar hier zie ik niks. Het zal wel goed weer. Maar ja, dat gaat de goede kant op. Oh ja, wacht. Laat ik dat even aanpassen. Ik vergeet dat elke keer. 15... 15 km per uur achteruit. Kijk, dat schiet tenminste op. Ja, het hoeft ook niet helemaal recht te zijn. Maar het grootste gedeelte van het veld ligt er al. En daar gaat het om. Dus dat stopt. En die cranberries, als we die los verkopen, hoeveel levert dat op? 1787. Nou, hier, dat kan zelfs tot 3000 euro. Dat is echt top. De juice levert wel ietsjes meer op. Maar daar hebben we dus eigenlijk een nieuw project voor binnenkort. Om met cranberries te beginnen. Dan gaan we in de volgende aflevering... Ik laat hem wel eventjes aan de gang. Dan gaan we de volgende aflevering gaan we dit veld even afmaken en rechtmaken. Dan gaan we cranberry inzaaien. En dan is het afwachten. Alleen, dan moeten we natuurlijk nog eventjes geld hebben voor de combine. Dat is wel belangrijk. Dus ja, we hebben nog heel wat bomen wat we kunnen gaan verkopen. Of we gaan geld lenen, moet even kijken. Ik laat de Fiat even zijn ding doen, jongens. Dan zien jullie dat de volgende keer. Daarentegen hoop ik natuurlijk wel dat jullie het leuk hebben gevonden. Nieuwe aflevering van Kirby. We hebben weer nieuwe ideeën opgemaakt. En dat is natuurlijk fantastisch. Mocht je dit een leuke video hebben gevonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. En heel graag tot de volgende keer. Kalm!